hier aan deze deur. Van onze oude base. Voilà. Dat is eigenlijk wel ideaal. Moest dit gebeuren, dus kan ik meteen hier spawnen. Ik ga die even switch to manual zetten. Oké, hier komt hij dan. Die zien me niet, of wat? Nice! Ik ben niet eens één keer geraakt geweest. Hallo iedereen en welkom terug voor een nieuwe video van Ark Valkyro met mij, Winnetree. De vorige keer ben ik organic polymeer gaan inzamelen en ben ik een tree platform gaan zetten voor tree sap taps in die boom te kunnen zetten om dan sap in te zamelen, want dat sap dat gaan we natuurlijk hartstikke nodig hebben. Ik ben natuurlijk ook nog naar de small island gevlogen om wat snel wat sap al in te zamelen en dan ben ik terug naar hier gekomen. Mijn dodo stonden al recht. Ik heb mijn dodels laten meten ondertussen. Voor, gewoon. Als je dat doet met je dino's, dus, dan leggen ze weer wat extra eieren. Dus ja. Dat is een extra paar eieren dat ze leggen. Oeh. Deze geeft aan dat er een rex in de buurt is. Een wilde rex. Die kan hier niet zijn. Of zie ik dit verkeerd? Nee, die kan hier niet binnen. Die kan hier niet binnen. Ah, ik heb nog mijn rex als een moet. Wat gingen we doen? We gaan natuurlijk nu honing gaan inzamelen. En ik heb al aangegeven gehad, ik heb ergens gelezen, ergens op een forum. Ik weet niet juist waar. Dat blijkbaar beter zou werken met gillysuit om dat in te zamelen. En gillysuit maak je natuurlijk met organic polymeer. Eens kijken. Dat staat waarschijnlijk hierin. Ja. Dus ik heb fiber en hide nodig. Hide zit hier. Fiber. Waar is de fiber? Hier is fiber. Dus gilly maken we. Oké, van Alex 1. Dat is genoeg. Dan ga ik dat allemaal uitzoeken. Dat is even niet nodig dan. Zo. Steek ik hierin, daar. Wat gaan we dan ook niet meepakken? Dit gaan we niet meepakken. Dit en dit ga ik niet meepakken. Je weet maar nooit als ik doodga. Dat is een beetje te kostbaar om dat kwijt te geraken. Het is eigenlijk de bedoeling dat ik het neem en wegga. Dus geen combat. Ik ga wel drinken en eten meepakken. Mijn verrekijker ook. Die cryopods laat ik ook hier. Dit laat ik hier. Dit ook, die pijlen. En de rest steek ik. Ja. En die organic polymeer steek ik natuurlijk ook weg. Hè. Zo. Ja. En die drie stronballen. Die steek ik natuurlijk hierin. Want. Dat ga ik even laten zien ook. Je kunt dus. Sulfur maken op die manier. Voilà, ik ben wel weer sulfur. En sap. Cactus sap maken we dan ook zo. Kijk, sap. En hebben we olie. Eens zien. We hadden olie. Oh, kijk eens aan. Olie.
En als ik nu die een collector... Kan ik die maken? Ik kan die maken. Ideaal. En die heeft natuurlijk propellant nodig om te kunnen werken. Dus dat gaan we ook heel snel even maken. Dat is 10. En dit heeft... Okay, meer kan ik momenteel niet maken. 4 propellant. En de cactussap gaat in de koelkast, want dat wordt blijkbaar slecht. Deze mijn, dat is niet echt een mijn natuurlijk, die ga ik voorlopig gewoon even mijn beeld anders zetten, dat ik het te goed kan zien. Ja, dat is goed genoeg. Dus ik ga het even gewoon voorlopig zo zetten. Ik gooi de propellant erin, ik activeer het. En kijk, je ziet, hij zamelt al in. Je hebt verschillende instellingen. Je hebt... Poop options, distribution options, collection options. En je kan instellen wat die moet oprapen, wat die moet verdelen. Eigenlijk, je kan poep oprapen en in de composting bin steken. Je kan eier oprapen, kasha crystals en owl pellets, ja, van alles eigenlijk. Hij raapt in ieder geval alles op, alles wat dieren kunnen produceren. Gelijk stront en organic polymeer bijvoorbeeld, cementing, agatina paste, zo is het. Hij raapt die allemaal op. Eitjes, dus je kan alles hier vinden. Kijk, hij heeft al heel wat ingezameld. Maar als volgende gaan we een nanny ook maken, of misschien... Nee, we gaan geen nanny maken, denk ik. Nog niet. Het is misschien beter dat ik eerst een beehive maak. Bloemetjes heb ik genoeg. Maar ik heb 50 honing nodig, dacht ik. Dus kijk. Bee. Ja, zie. 50 giant bee honey. 250 flowers. Ja, dat heb ik. En de rest, dat is niet zo belangrijk. Dat... kunnen we heel gemakkelijk inzamelen. Ik ga voor de zekerheid. Eens kijken. Ik ga hier gewoon even bijzetten. Zo, en... stamina. Nou, ziet het er wel een beetje bebloed uit, maar... ah nee, dat is goed zo. Dan zal ik eens gaan kijken voor honing in te zamelen. Ik moet natuurlijk wel mijn ghillie suit aantrekken, anders zal het niet werken. Oké. Op zoek naar een honingkorf. Naar een bijenkorf. Waar kunnen we die het beste vinden? Dicht in de buurt, liefst. Ik weet er wel een paar zijn. Ja, daar zit er geloof ik ergens ene. Daar zal ik eens eerst kijken. Ik moet alleen zorgen... dat ik niet word aangevallen door een of andere... wild beest. Want ik ben eigenlijk een beetje weerloos nu. Okay. Voilà, dan kan ik mij healen met dankjewel, Carnotaurus. Het is geen hoge level. Oeh, hij doet wel pijn hoor. Nou, oké. Die is
Waar was die honingkorf? Ik weet zeker dat er hier een was. Ik meende mij dat te herinneren dat er hier ergens eentje was. Of zie ik dat verkeerd? Ik zal zweren dat ik hier ene ooit had gezien. Okay. Niet dan. Eens kijken, waar kunnen wij hier nog. Hier aan deze deur. Van onze oude base. Voilà. Dat is eigenlijk wel ideaal. Moest dit gebeuren, dus kan ik meteen hier spawnen. Ik ga die even switch to manual zetten. Oké, hier komt hij dan. Die zien me niet, of wat? Nice. Ik ben niet eens één keer geraakt geweest. Maar dat is mooi. Switch to automatic. Dan gaan we verder op zoek, hè. Dus, ja. Dus dat is al 5 honing, dus dat is mooi. 45 nog te gaan. Ik dacht, ik ga het even wat lichter maken, want het is nogal redelijk donker. Was er hier niet ergens honing? Hier, ik denk hier. Ja, ik weet het niet, hè. Ik heb precies de indruk dat de bijenkorven blijkbaar redelijk uniek zijn per map. Want in mijn in een andere wereld waar ik ook zo speel, samen met anderen, een zoontje onder andere, daar was er wel een bijenkorf in de buurt hier. Heb ik die steel geraakt? Sorry meneer Stego, ik zal het niet meer doen. Waar is de honing? Ik heb honing nodig. Goed, ik zet de video even op pauze en ik vlieg wat rond voor honing te zoeken. Maar het belangrijkste is natuurlijk, jullie hebben het gezien, met een ghillie suit aan. Zien de bijen jou niet, ze vallen je niet aan. Ze kwamen wel min of meer naar je toe gevlogen, maar ze vallen je niet aan. Dus je kan eigenlijk wel gemakkelijk ontsnappen. Met een ghillie suit aan wel. Dus, dat weet je dan. Dus als je honing wilt gaan pikken, ghillie suit aantrekken, dat werkt blijkbaar. Nu, ik ga dat zo dadelijk nog 9 keer moeten doen. Dus ik ga nog 9 bijenkorven moeten zoeken. Want dat duurt altijd 10 minuten eer dat die terug zijn bijgevuld. En ik hoop dat ik dan 50 honing heb. Ja, dan zie ik jullie zo dadelijk terug. Tot dan. Ja, we zijn terug in de base. En ik heb 55 potjes honing ingezameld. Ik denk dat ik wel een anderhalf uur heb liggen rondvliegen. Blijkbaar zijn de bijenkorven iets zeldzamer dan ik had verwacht. Ik herinner ze mij eigenlijk
veelvuldig aanwezig op de map, maar ik heb er toch heel hard naar moeten liggen zoeken. En de plekken waarvan ik weet dat er, waarvan ik van in het verleden eigenlijk al weet dat daar een bijenkorf was, op die meeste plekken stond er gewoon geen. Dus ik heb gewoon echt moeten zoeken. Maar ik heb ze gevonden. Ik heb er 55 ingezameld. Dus normaal gezien, als het goed is, kunnen we onze beehive maken. En die gaan we ook eerst maken dan. Hè. Ja, deze. Voilà. Die gaan we craften. En dan, als het goed is. Ja, het duurt natuurlijk freaking lang. Tum tum tum. Dan gaan we ondertussen ook wel eens kijken wat we nodig hebben voor een nanny te maken. Dan moeten we wel bij crafting kijken, denk ik. Kunnen we dat niet hier maken? Jawel. Ik zei dat toch juist, hè? Nee. Het kan. Als ik Nanny schrijf, dan vind je het niet. Maar goed. Ik heb 50 human hair nodig. Ja, dat dacht ik al. Ik heb niet genoeg haar. Maar dan kunnen we een schaar maken, denk ik. Waar zou dat bij staan? Nee. Ja, hier. Dan maken we een schaar. En dan... Oké, dan gaan we ons gewoon helemaal kaal knippen. Accept. 30 human hair. Dat is niet genoeg, maar ik heb er 50 nodig. Ja. Dan... Oh, de beehive is klaar. Dus kijk, waar gaan we die zetten? Ja, ik vrees dan dat dat haar pas voor de volgende keer zal zijn. Want ik denk niet, ja, nee. Nee. Kunnen we nu niet hebben. En aangezien dat we de enige speler online zijn, ja, kan ik ook niet iemand anders zijn haar knippen natuurlijk. Ik denk dat ik de beehive gewoon hier ga zetten. Lijkt me wel een goede plek. Kijk. De beehive ga ik gewoon hier zetten, ja. Voilà. Ja, super. Je moet er natuurlijk nog rare flowers in. Ik kan ongeveer de helft ga ik daarin steken, de andere helft hou ik in de koelkast. Hetgeen wat ik er nu in steek, dat is meer dan voldoende. Passen, en dat marcheert. En... Ik weet dat die beehive ook iets doet. Hè. Eens kijken. Dat deed ook iets speciaal, dacht ik. Ah ja. Produces honey and waters nearby crops. Oké, ja, ja. Maar, ja, voorlopig laat ik het hier staan. Wie weet verplaats ik het wel, maar geen idee. We gaan eens kijken naar deze collector. Eén dodo ei maar. Ah. Dat is ook niet echt...
Ik moet wat voor mijn eikens hebben, hè, man. Wat? Eitjes leggen. Misschien moet ik dit afzetten. Misschien. Daar komt dan die hatchery, maar daar heb ik 50 eitjes voor nodig. En daar wil ik eigenlijk dode eieren voor gebruiken. Dat zijn zo kleine eitjes. Ik kan mijn goede eitjes daarvoor niet gebruiken. Dus ja, dat wordt eitjes inzamelen. 50 stuks. Aha. En nog 20 haar voor een nanny. De beehive heb ik al. Ja, ik ga hier even nog de kak eruit halen. Zo. Kunnen we dat ook nog even lekker gaan grinden. Kijk eens aan. Bolletje stront. Voilà. Kijk eens aan. Cactussap vliegt hierin. En nou heb ik 13 van die... van die propellant. En dan kom ik hier wel een tijdje mee toe. Wat kunnen we nog doen? Kunnen we eigenlijk niks meer speciaals doen nu, natuurlijk. Ik had gehoopt... Oh. Ja, jawel. Ik had eigenlijk gehoopt om die nanny al te kunnen zetten, maar ja, dat zit er dus niet in. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Kunnen we nog een beest temmen? Wat kunnen we nog temmen? Weet je wat? Ik kan de video hier afronden. Dat is wel een beetje korter. Maar dan ga ik wat... dan ga ik ondertussen die eitjes inzamelen. De haar inzamelen. En dan kunnen we de volgende video, denk ik. Ja, dan gaan we wat baby Argenta vissen, denk ik, uitbroeden. Dat lijkt me wel leuk. Ik heb hier toch al een aantal eitjes zitten. 5. Die gaan we uitbroeden. Ja. En dan hopelijk zitten daar vrouwtjes tussen. Nu, de levels zijn natuurlijk niet zo schitterend, maar dat maakt op zich niet uit. Dus ik ga ze uitbroeden. En als het vrouwtjes zijn, dan hou ik ze voor de eitjes dan. Hè, want dan, die leggen eitjes. En de mannetjes, dat wordt vlees. Om het netjes te zeggen. En ik zal ook nog eens gaan kijken voor mijn sap. In mijn, op mijn tree platform. Sap inzamelen. En tegen dan is mijn haar al gegroeid. Kan ik terug afknippen. Kan ik die nanny maken. Ja, en ondertussen... terwijl ik wacht daarop, dan ga ik wat steen hakken en metaal en weet ik veel wat. Allemaal resources inzamelen terwijl ik wacht daarop. En nog een beetje de base, een beetje fatsoeneren. Hè. Kijk, dit neem ik allemaal terug. Dit ook. Dit, dit. En dit. Mijn ghillie suit ga ik aanhouden. Die mag gewoon aanblijven. Dus, dan weten jullie het. Volgende video moet hem al zo lukken. Dan ga ik baby Argentavis. 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 Maakt niet uit hoe je het noemt. De vis. Maar het is geen vis, maar het is de vogel. In ieder geval. Die ga ik uitbroeden. En ik heb nog iets leuks in gedachten ook nog. Maar dat vertel ik bij de volgende video. Goed, tot dan.
Dag!